er wel naar liggen, dat kan ik niet rijden. Maar het is tijd voor koffie. Ik ben eigenlijk vroeg klaar met werken. Ik was zo vroeg klaar. Ik was al om 4:15 klaar eigenlijk al. Het is nu 5:50. From time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Mensen denken van ja, je stak het zo in zijn hoofd. Maar nee hoor, ik ben vandaag lekker binnen. En ik heb nog veel te doen vandaag. Dus ik heb geen tijd om weg te gaan. Zo. Als ik nee, dus ik kan het groot weer. Echt, echt heel erg. Ja. Dus, voor de rest is het een hele goede morgen. En leuk om te kijken deze nieuwe vlog van vandaag. Mijn naam is Isaac Langendorf. En ja, het is vandaag woensdag 13 mei. En ja, vandaag ga ik er een beetje meer aan het werk en zo. Zoals elke dag gezellig. Dus, ja, dat soort dingetjes een beetje doen. Dus. Voor de rest zou ik het heel erg leuk vinden als jij op mijn Insta zou willen volgen. Dat zou wel leuk zijn. Je moet niet, je mag altijd. Dus, ja. Wat zal ik zeggen, mensen? Maak er een toffe dag van. Ik doe straks ergens. Vanaf morgen gisteren had Paul me nog getagd in zijn Insta-story. Echt, thanks Paul, echt. Super tof. Dus. Volgende week gaat Paul live met Kingelus. Ik denk dat het leuker is. En dan als het erg weg bij mij is, kunnen we ook langskomen. Denk dat ik een keertje ga doen ofzo. Dat ik een keer met hem een keer ga afwerken om een keer te komen. En ja, en ik heb met hem een keer wat te doen. Oké, mensen, ik ga even lunchen. Ik heb even trek gekregen. Dus. Ja. Voor de rest gaan we zien hoe we gaan doen vandaag. En ja. Dat is gewoon even, komt mijn moeder 1:30 volgens mij. Zo, weet je, het is een hele tijd geleden. Maar ik ben lekker aan het werk veel. Dus het is ook wel even lekker. Dus ja. Maar goed, ik heb net een kaartje gekregen. En dat is altijd rond 3:15. En ik heb rolingetjes afmaken, rolling opnemen nog. Of wat dingen bedenken. Weet je wat ik ga doen verder. Maar toch. Dus ja. Voor de rest gaan we nog even zien of wat ik nog ga doen verder. Misschien wel even kijken en zo. Even dingen editen, afediten en doen. Echt ja, dat hoort er allemaal bij, hè. Als ik me wil uploaden, dan kan dat zijn dat ik minder vlog. Maar goed, dan is het ook wel leuk als ik video's heb voor jullie. Elke dag om 8 uur 's avonds deze video. Dus, ja. Ik probeer lekker vooruit te werken elke dag, een beetje. Voor linkjes linken voor jullie, over deze video. Dus, ja. Er komt nog een nieuwe roomtour aan, misschien wel. Heel misschien. Ik hoop dat het leuk vinden. Ik heb er al 2 gemaakt, maar het is van dingetjes veranderd, kleine dingetjes, maar ook niet echt heel veel eigenlijk. Maar goed, even kijken wat ik nog ga doen. Maar goed, en voor de rest wil ik muziek aan het luisteren, even tussendoor en zo. Ja, dat komt er ook neer als ik meer ga uploaden voor jullie, dan komt er ook minder, kan ik minder vloggen voor jullie. Maar goed, dan betekent het dat nog om 8 uur dat een hele video komt voor jullie nog een keer. Elke dag. Dus dan hou ik het nog vol. Vorige keer ging ik minder het volhouden. Toen werkte ik ook niet vooruit eigenlijk. Toen werk ik echt goed vooruit. Dus
Ja. Er zijn wel dingen die op terugkomen weer iedere keer. Zoals, hoe gaat het met mij? Dat is een linkje, komt erop terug. En kreten, wat vaak wordt de kreten van mijn moment op Twitter. Instagram erg op dit moment. Of Twitter gewoon dit moment. Dus dat komt ook een keer weer terug. Wel weer een paar keer denk ik weer op. Dus ik doe vooral het af en toe eens een keer. Zo, weet het, dit is een enige tijd geleden. Maar ik ben lekker aan het werk veel. Dus het is ook wel even lekker. Dus ja. Maar goed, ik heb net een kaartje gekregen. En dat is altijd rond kwart voor drie uur. En ik wil dingetjes afmaken, rollingen opnemen nog. Of dingen bedenken. Weet je wat ik ga doen verder. Oké, mensen, dat is een stukje uit. Maar gaan we lekker douchen weer. Een woensdag vandaag. Sorry. Maar het is woensdag. Dus dan ga ik morgen lekker douchen. Dus ja. Dat een beetje. Alleen lekker. Nope. Ik kan er niet van om te douchen, maar ja, het moet wel gebeuren af en toe. En ja, dat is een beetje. En voor de rest is het gewoon lekker. Normaal lekker of even wat dingen afmaken weer. En dan denk ik dat ik voor 5 minuten een keer klaar ben. Dus dat is soms niet fijn, eigenlijk. Ik voor 5 minuten een keer klaar ben. Het is wel een keertje fijn eigenlijk om te zeggen. Dus ja, dan ga ik lekker YouTube kijken of zo. Ik ga lekker eten, of nu 1,5 uur. Dus, ik weet nog niet wat ik ga eten, maar dan zie ik zo meteen wel. En dat zag ik nooit van tevoren. Dus oké, lieve mensen, ik ga even een hapje eten. En ik ga het lekker bellen om het even mee te halen, dat is logisch. Dat ik niet zelf kan. Dus, ja. Dat een beetje, dus. Mensen, ik geef het kantoor aan mijn licht, dat kan ik niet rijden. Dan is het tijd voor koffie. Ik ben lekker vroeg klaar met werken. Was al vroeg klaar. Was al om 4:15 klaar eigenlijk al. Nu 17:50. We gaan dus even kijken naar YouTube, denk ik eventjes. Maar zo kijken en zo kijken. Ja, nu niet meer gezien. Want ik ben de hele dag lekker gewerkt. Dat is ook wel lekker, zo daar niet van. Maar af en toe is ook wel lekker om dat te zien. Zoals nu, ik doe het altijd lekker in één keer doorwerken. Dan ben ik tenminste klaar voor vandaag. En dan hoef ik nu nog eens een keer wat extra's te doen. Is dit? Dat is macchiato. Nou, lekker weten. Goed, dus, ja. Voor de rest is het gewoon lekker en rustig. Ik zal gewoon dingetjes doen, bijvoorbeeld extra's. Dus, dus kan je weggooien. Zo. Dus, ja, gewoon lekker een chille werkdag gehad. Gewoon echt rustig aan gedaan. Langs zie ik toch af en toe op Instagram cake of zo. Is het toch een beetje rustig voor mij? Toch op dat tijd af. Dus ik ga gewend, jongens. Ik ben graag gewend dat ik niet meer dingen doe. Dat ik ook sneller internet heb en zo. Dus ja. Echt voor je hoort, sneller internet. Ik had gewoon eerder mijn internet, interactieve tv, weg moeten doen. En het NLC niet werken. Dat is toch wel fijn. En als dit.
knoes aan. Voor de rest zien we wel nog. Maak er maar een twee van. Nu is het wel eens gewoon een lekker bij YouTube kijken. Maar als je kijkt en zo kijken. Wat anders is op YouTube of Twitch. Oké, mensen, ik heb een heerlijke dag gehad vandaag. En ja, ik kom meteen lekker even douchen. Ik ga de volgende ook iets eerder afsluiten. Dus, ja, vond je het wel leuk? Zo ja, dan zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou morgen om 4 uur in ieder geval. Of 8 uur 's avonds. Een nieuwe daily video. Ik zeg allemaal mensen, tot morgen.